Alle goede dingen starten met bonen en zo ook chocolade. Want kijk, een cacaoboon. Hoe dat ze dat hier bij Barry Callebaut tot chocolade verwerken? Ik ben benieuwd, dus ik ga eens gaan kijken. Goed Bram, ik ga beginnen met proficiat, dat je het gehaald hebt en zo. Maar vertel eens even, waarom denk je dat jullie het gehaald hebben? Waarin blinkt Barry Callebaut uit? Eerst en vooral zijn we een digital factory. 7 jaar geleden werd er heel weinig data gecapteerd. Vandaag collecteren we van de meeste van onze machines alle productiedata die we in real-time terugkoppelen naar onze operatoren om zo de efficiëntie van de processen te verbeteren. Ten tweede is er ons programma rond smart manufacturing. De grondstoffen bijvoorbeeld die bij ons binnenkomen, daar zit heel wat variabiliteit op. Vetten die in de cocoa-bonen zitten, melkpoeder waar meer of minder vocht in zit, dat heeft een impact op het proces. En een hele goede operator die weet hoe hij erop moet reageren, uit jaren ervaring. Maar we willen ook dat operatoren die nog maar net gestart zijn, op een perfecte manier kunnen begeleid worden. En daarom maken we virtual assistants, een beetje zoals een co-piloot of een autopiloot in een vliegtuig, die hen de juiste instructies gaat geven. En dan tenslotte is er de end-to-end customer-focused engineering. Onze R&D-teams hebben de afgelopen jaren heel wat producten op de markt gebracht. Denk bijvoorbeeld aan Ruby, de roze chocolade of whole fruit chocolate. Dat zijn allemaal nieuwe producten die we samen met onze klanten op de markt brengen. En de teams die hier in Wize actief zijn, hebben dat mee helpen realiseren. En tot slot is Barry Callebaut ook een heel internationaal divers bedrijf. Passie en ondernemerschap zijn twee van onze kernwaarden. En dat betekent in de praktijk dat mensen die een goed idee hebben, nog mee het verschil kunnen helpen maken. Nog een laatste vraag misschien, Bram. Melk of fondant? Of nog iets anders? Goh, als Belg ben ik echt wel een grote voorstander van de donkere chocolade die zo nog een beetje bitter is. Dat is toch echt wel mijn favoriet. Alright. Ik vind het allemaal lekker. Merci, proficiat nog eens.